Aziërs en broccoli. Jezus werd zo'n 2000 jaar geleden geboren in een stal in Bethlehem. Allemaal leuk en aardig, denk je misschien. Maar wat heeft de geboorte van iemand die 2000 jaar geleden geboren is, nu voor betekenis voor mij vandaag? Kerstfeest is het bewijs van Gods liefde voor de mensen. Niet alleen voor de mensen die toen leefden, maar ook voor ons vandaag. In Johannes 3, vers 16 staat dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leeft. Is dat niet geweldig? Omdat wij allemaal verkeerde dingen hebben gedaan, konden wij niet meer met God samenleven. Maar God hield zoveel van de mens, dat hij Jezus naar de aarde stuurde, zodat hij later voor al onze verkeerde dingen kon sterven. Het enige wat wij vandaag hoeven te doen is in God te geloven en ons hart voor hem te openen. De Bijbel zegt dat God dan in ons hart zal komen wonen
en dat wij dan echte blijdschap en vrede in ons hart zullen ontvangen. Kerstfeest is een feest van liefde, blijdschap en vrede. God gaf zijn Zoon uit liefde voor ons. What's love got to do with it?